is het lange termijn, het is meer een soort intentie. Van als jullie je werk goed doen, blijven wij bij jullie inkopen. Dat is een intentieverklaring in zijn soort. En het is aan alle partijen om daar gewoon hun werk goed in te blijven doen. En dat is ook ons streven. Maar het is dus niet, het klinkt niet keihard. Nee, het is niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is dat wij zeg maar zo goed mogelijke producten bieden aan onze consumenten. Alleen doordat wij samen zo'n keten inrichten, ja. Onder de campagne Het is goed boeren bij Plus, ja. Zijn we in staat... Dat veronderstelt ook een klein stukje verantwoordelijkheid. Juist, toch wel. Dus wij vinden zeker dat daar ook een verantwoordelijkheid is voor ons. Ja. Wat wij doen is samen met de telers betrokkenheid creëren in die keten. Ja. Om uiteindelijk een vers product aan consumenten te bieden, maar ook het product... Identiteit geven, zeg maar de herkomst zichtbaar maken. Krijg jij nou extra betaald ook voor die foto bijvoorbeeld? Het is wel een mooie foto. Het is een prachtige foto, maar krijg je hier geld voor? Nee. Dat willen we ook zelf. Ze hebben onder ons gevraagd, willen jullie dat? Nou, als je nee is, is nee. Als ja is, is ja. Maar jij staat hier lachend op die foto. Ja. He, met een kist praatjes. Ik kan altijd lachen. Maar je weet toch dat je, als het zo doorgaat, kom jij... 4 ton tekort aan het einde van het jaar. Dan valt er toch niet zoveel te lachen meer, of wel? Nee, maar er zijn wel erge dingen in het leven, toch? Er zijn erge dingen in het leven, ja. Krijgen zij ook nog wat voor die campagne, die boeren? Dat zij daaraan meewerken? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik moet zeggen... wij willen ook geen professionele modellen... want er is natuurlijk niks mooier dan zo'n oer-Hollandse teler. Ja. Okay. Ja, dat is natuurlijk dat zijn geweldige kerels. Ja. Die staan 's morgens vroeg op, werken keihard en de natuur is van hun gezicht af te lezen. Ja. Ja. Ja, nu je het zo zegt. Ja, hè. Nou, en die trotsheid, kijk, en die straalt hier natuurlijk ook hartstikke goed vanaf. Zij zijn trots op wat ze produceren en ze weten één ding zeker, dat het bij de Plus zo voor hun gepresenteerd wordt. Alleen dan het eind van de rit. Heb teler, de telerboer, wat jij zo ziet noemt, heb natuurlijk wel een kostprijs plus nodig. Anders overleeft hij niet. Dat is bij iedereen zo. Daar moeten ze wel naar kijken in de toekomst. Eigenlijk van de dag van morgen al. Ik geloof in de goede bedoelingen van jou en van de supermarkt. En dat gaat... Maar op dit moment komt de boer niet uit de kosten. Stel dat dat over een jaar ook zo is. Dat ze ook niet met hun spruiten uit de kosten zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan zullen er minder spruitentelers komen. Als ik hier over 4 jaar weer terugkom, wat is er dan gebeurd in Spruitenland? Zoals ik nu om me heen kijk, dan zijn er niet veel telers meer. En wat is niet veel meer? Ja, dat... Zien dat er nog 10 over zijn in Nederland? Het lijkt wel of het daar wel naartoe gaat.